Hoi allemaal, vandaag laat ik jullie zien hoe je met een Rainbow Loom deze 3D voetbal moet maken. En ik heb hem gevuld met wat vulling. En hij stuit het ook best goed. Ik ga een balletje maken op de loom van het merk Rainbow Loom. En het is ook wel handig om twee haaknaalden te gebruiken. Eerst nog niet, maar straks als we voor het einde om de voetbal van de loom af te halen, zijn twee haaknaalden best handig. En we gaan beginnen met kleine D8 van zulke stipjes te maken. En dat doen we zo. Pak je haaknaald en één zwart bandje. Doe het bandje 4 keer op je haaknaald. Pak dan een enkel wit bandje. Strek hem. En breng die 4 ringetjes over op dat witte elastiekje. Haal hem dan van je haak af. Zo ziet dat er nu uit. En van zulke stipjes maak je er 8. Ik heb 8 kleine stipjes gemaakt. En nu kunnen we verder gaan met nog één zo'n soort stipje te maken. Alleen een beetje anders. Want nu gaan we één maken voor het begin. Voor de opzet. Pak daarvoor je haaknaald. En een zwart bandje. Doe die 4 keer op je haak. Zo. En nu pak je even 2 witte bandjes. Die strek je. Dan zet je die 4 ringetjes over op die 2 witte elastiekjes. Zet deze één van die uiteinden op deze pin. Ga dan zo er langs en dan schuin naar deze pin. En ik breng dit stipje even hierheen. En nu draai ik deze kant nog. Een slag. Zo. Nu pak je nog 2 witte bandjes. Ga je van deze pion. Maak je er een 8 van. En dan ga je zo naar deze pion. Nu pak je nog 2 witte bandjes. Zet je op deze pion. Draai je een slag. Draai je een slag en dan zet je hem zo schuin hierop. Doe dat naar beneden. Dan gaan we een rondje maken met 6 elastiekjes. Begin hier. Dan gaan we schuin hierheen. Zo, dit is onze tweede rij. Van plaats van de elastiekjes. En nu haken we overal de onderste 2 bandjes over de pion heen. Als je naar de zijkant gaat, zie je 4 bandjes. De onderste 2 bandjes gaan er overheen. Dit herhaal je bij alle 6 pionnen. Ik vind 3D figuurtjes eigenlijk een van de leukste figuurtjes van Rainbow Loom. Want 3D figuurtjes, dat vind ik gewoon, dat is gewoon heel leuk. Zo, nu duwen we dat naar beneden. Voordat we de derde rij elastiekjes gaan plaatsen, gaan we eerst onze basis groter maken. Dat doen we zo. Ga steken in deze pion, pak beide bandjes, strek die 1, ga zo hier langs en dan zet je hem op deze pion. En nu pak je bij deze pion het bovenste bandje. Die strek je even. En als je zo strekt, dan merk je dat hij vast zit aan een van deze 2 elastiekjes. Dus dat moeten we niet, die moeten we niet hebben. Dus dit elastiekje parkeren we even. Pakken we het andere elastiekje. Die strekken we.
En dan merk je dat hij vastzit aan deze pion. Die moeten we hebben. Hij kwam van deze pion, maar we zetten hem één pionnetje verder. Dan pakken we dit elastiekje die we net hadden geparkeerd en die zetten we weer terug van waar die hoort. Nu pak je hier ook het bovenste elastiekje en dan strek je hem even. En ik zie dat hij van deze pion komt, dat is goed. Dus die zetten we hierop. Nu gaan we al de stipjes plaatsen. Dat doen we zo. Pak één zo'n stipje. Zet hem hier erop. En nu slaan we hier zo eentje over. En dan zetten we gewoon wit bandje op. Nu zetten we weer zo'n stipje erop. Nu pak je weer gewoon een wit bandje. Nu pakken we weer een stipje. We doen het telkens om en om. Nu pakken we weer een enkel wit bandje. En nu weer een stipje. Ho. En nu pak je nog één wit bandje en die zetten we hierop. Nu ga je naar de zijkant. Ik zie hier vier bandjes. Tel even. Er zijn vier bandjes, dus dan haal ik de onderste twee eroverheen. Maar hier zijn er maar drie. Maar we willen twee bandjes op de pion overhouden, dus dan halen we alleen het onderste bandje eroverheen. Dus maar één bandje. Hier zien we er ook drie. Dus dan pakken we ook weer alleen het onderste bandje. Die doen we eroverheen. Nu gaan we naar deze pion. Hier zitten er wel vier. Onderste twee gaan eroverheen. Ga nu hierheen. Hier zie je ook weer drie. Pakken we alleen de onderste. Hier zie je er ook drie. Alleen de onderste gaat eroverheen. Hier zie je er weer vier. Pakken de onderste twee. En hier ook vier. Pakken de onderste twee. Dan duwen we dit naar beneden. Nu gaan we een gewoon rondje plaatsen. Met gewoon witte elastiekjes en beginnen hier. Zo maken we zo een rondje. Gaan we hier zo schuin naar beneden. En als laatste hier zo schuin. En nu zit er overal op elke pion, als het goed is, vier bandjes. En dan pakken we gewoon de onderste twee. Zo duwen we alles naar beneden. Nu gaan we ons volgende rijtje plaatsen. En nu gaan we weer zwarte stipjes plaatsen. Dit is de vijfde rij van elastiekjes die we erop zetten. We beginnen met één zwart stipje hier erop te zetten. En nu gaan we hier één keer naar voren met een wit bandje. Nu pak je weer een stipje. En die zet je hierop. Nu pak je weer één wit bandje. Gaat hier schuin. Nu ga je hier weer met een stipje erop. En nu hier weer met een wit bandje. En als
laatste nog een stipje. Dit is het laatste stipje die we hebben. Die zetten we er hierop. En nog één wit bandje. Die gaat hierop. Haak overal de onderste twee bandjes eroverheen. En de laatste. Duw alles naar beneden. We gaan nu de zesde rij plaatsen. En dat wordt gewoon een rijtje met elastiekjes. Gewoon alleen witte elastiekjes. En we beginnen hier. Gaan we gewoon een rondje maken. Zonder stipjes of iets. Er nog eentje hier. Laatste bandje hier. Nu haken we overal de onderste twee eroverheen. Zo, alles is gehaakt. Zo, net hebben we de laatste rij elastiekjes geplaatst. Nu gaan we onze basis weer verkleinen. En dat doen we door deze pion. Pakken we het bovenste bandje. Haal hem eraf. En check even waar die vandaan komt. Hij komt van deze pion vandaan. En dat is te goed. Pak het elastiekje en zet hem op de pion eronder. Zo, pak hiervan beide bandjes, haal ze eraf, ja, en zet ze op deze pion. Zo, nu ga je naar de andere kant, gaan we in de tweede pion. En dan pak je het bovenste bandje. Kijk even waar die vandaan komt. Hij komt van deze eerste pion vandaan. Dat is niet goed. Ik hou hem even vast achter op mijn haak. Dan pak ik dit bandje. Ik strek hem even en hij komt van die pion. Dat is wel de bedoeling. Dus zet hem één pionnetje eronder. En plaats dan dit elastiekje terug op de pion waar die hoort. Pak nu deze twee bandjes. En zet ze op deze pion. En pak hier deze twee. Zorg dat alles van deze pion eraf is. Zet ze hier erop. Zo ziet dat er nu uit. Pak nu drie zwarte bandjes. We pakken één tegelijk. Pak het bandje, zet hem vier keer op je haak. 3, 4. Doe dat ook met die andere twee. Pak hem. Zet hem vier keer op je haak. Zo, en de laatste. Zet die ook vier keer op je haak. Nu duw alles een beetje naar beneden. Duw dit een beetje naar achteren.
Zo. Pak deze drie bandjes van deze pion af. Op je haak. En haal de eerste vier. Het eerste zwarte bandje, de vier ringetjes daarvan, halen we er overheen. Zodat ze erop zitten. Nu zetten we deze drie bandjes weer terug. De pion. Zo. Nu doen we hetzelfde hier. Het is een van de lastigste dingen, vind ik zelf. Het is best spannend. En hier halen we ook de volgende vier ringetjes eroverheen. Ik doe ze een beetje omste beurten. En zet ze terug op de pion. En nu doen we het nog één keer hierbovenaan. Pak de vier ringetjes en zet ze. Breng ze erop. Zo, en zet deze twee bandjes terug. Zo ziet het er nu uit. Nu pakken we overal de bandjes eraf. Begin hier, steek erin. Pak ze. Steek er hierin. Pak ze. En, oh, ik ben even vergeten. En steek er hierin. Je kunt ze allemaal. Nu heb ik drie setjes erop gezet. Ik draai mijn loom even om, zodat het makkelijker is voor mij. Nu heb ik drie setjes van bandjes erop. En nu ga ik over op een andere haaknaald. Dat vind ik makkelijker. Begin hier. Haal ze eraf. Haal ze er hier af. En ook op deze voorste pion. Trek het van je loom af. Nu kun je hem vullen met oude elastiekjes of nieuwe, maakt niet uit, of met vulling. Dat ga ik dus doen. Zo. Een klein beetje. Nu pak je één enkel wit elastiekje. Zet hem op de roze haaknaald. En nu brengen we deze ringetjes er allemaal op. Zo. Zet het lusje wat ik op mijn vinger heb op de andere haaknaald. En haal hier ook alle bandjes eroverheen. Zo ziet dat er nu uit. Breng beide lusjes op één haak. Dan haal ik de achterste over de voorste. En trek ik aan. Nu heb ik een knoopje. Zo ziet het er nu uit. Nou, vorm hem nog even. En nu steek ik hierin. Want ik ga het lusje wegwerken. Steek ik hierin. En duw ik mijn haaknaald in dit gat. Zet ik het lusje op mijn haak. Trek ik hem er doorheen. Nou, dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot ziens.
de volgende keer.